Volgens mij wel een hele leuke. Dat is een hele ticket. Oh, die ligt lekker in de hand, kijk. Shit, hé. Ziet er wel in, zo. Ja? Nou, dan heb je van die stekjes inderdaad. Dat noemen ze dan visstekjes. Nou, vissen liggen er wel. Maar dat is wel bizar, hè? Die hebben ze gewoon uit het water gehaald. En, dan gewoon en die beesten dood laten gaan. En dan vervolgens met een mesje. Ja, het is echt waar. Gewoon die vissen eventjes afsnijden terwijl die leeft. Ja, ik weet het. In de visafslag gebeurt het ook. Maar om dat nou zo te doen, echt, echt heel slecht. Het ziet er idyllisch uit hier, Kasper. Wat zeg jij? Idyllisch. Idyllisch? Idyllisch. Het is een prachtige omgeving. Wat had je? Je had een, Ik had een klauwhamer met een zakje. Oh? Maar in het zakje zit niks. Het zakje zit niks? Helaas. En de klauwhamer? Oh, dat is de klauwhamer. Nou ja, dat is toch wel een leuk begin. Hij is niet zo oud. In ieder geval niet. Ja. Ja. Wat is dat? Een as, denk ik, van een... Nou, dat, van een karrewiel. Ik vind het toch wel bijzonder dat je heel veel dingen niet thuis kan brengen. Okay. Wat is het? Het is in ieder geval... Hij is hol. Hij is lood en lood zwaar. En hij is niet hol. Maar hij is wel oud. Hij is een afdek. Of voor een molen rondrijding. Ja, het is wel echt interessant. Dat heb ik ook nog nooit gezien. Gaat aan die kant. Gaat aan die kant. Daar kan je dan een pen in doen. Ze doen die molen draaien, toch? Ja. Daar hebben ze zo'n rat onder zitten. Ja, maar jij bent echt in de molens vandaag. Nou ja, is dat geen molen? Je, daar is al een molen. Oh ja, daar staat een molen. Ja. Oei. Hij doet het. Hij doet het. Hij doet het. Moet kijken. Gaaf toch? Moet kijken. Kijken? Het blijft het doen. Hij doet het. Oh, hij gaat al. Hij doet het. Ja, wat kreeg je dat? Helemaal man. In drie delen gevonden. Dan begin je met het ding, het vinden van dit. Want je denkt van, nou leuk, leuk, leuk. Ja, maar ja, wat is het? Ja. En dan vind je dit erbij. Lachen. En dit erbij. En dan zit je weer op elkaar. En dan doet hij het toch gewoon. Ik kan het er nooit zo lang in liggen, joh. Ja, ja, het ziet eruit alsof het... Maar het ziet wel oud uit. Toch jaren 50 is het verder. Wordt het lampje nog? Dat zou helemaal nog steeds zijn. Ik kan even een knijpen eraan. Ja, ik kan. Waar? Er zit niet eens water in het lampje. Maar het is wel het uit, toch oud. Het is wel oud uit, ja. Hier hoort een glaasje volgens mij. Ja, dat moet wel. Nou, daar gaat hij hoor. Hij gaat branden. Wauw. Ja, hij brandt ooit. Dat is gewoon een oud frietlampje. Ja, hoor. Lachen. Ik denk aan een lampje erin. En, ik weet niet eens of je die kan krijgen of niet. Nee, ja. Ik heb ze liggen. Neem mee. Ja, wel leuk, hè? Wel grappig. Nou, we hebben al meegemaakt dat we hartstikke vast zaten. En we loskwamen door, dankzij de touw aan de trekhaak te binden. Dus ander plekje gezocht. Ander plekje gezocht. Heel leuk plekje, idyllisch. Fiets kwam eruit. Kijk, is een mooie fiets. Nou ja, nou, mooi. Sleutel zit er ook nog in. Ja, maar wat heb ik nou? Wat heb jij hier, Kasper? Nou, Kasper, kom nou. Het is weer gewoon rotzooi. Ja, dat is wel leuk. Dat is volgens mij wel een hele leuke. Dat is een hele ticket. En dat is een goeie. Ik kan hem ook nog niet.
Oké, okay, gewoon dicht ook. Kijk, je vingers niet tussen zitten. Hmm. Oké. Okay. Dat is een enge. Ja, toch mag het mis wel. Deze, ja, weet ik niet. Ja, je mag wel. Hij gaat niet automatisch nee, maar wel bijna. In en hij snijdt niet aan twee kanten. Kijk, je even je vingers doen. Kort ze even. Oké. Okay. Ja, laat nog eens een keer zien. Jij bent de boef. Nee, je moet even een maak eens indruk. Even. Oh, ja, hij moet even gesmeerd worden misschien. Deze kant. Ja, ja. Oh. Nu is het tijd voor weet je waar het nou voor nodig is dit? Let op, hè? Nou, waar is dit voor nodig? Altijd handig, want weet je wat er gebeurt? Als je vast zit. Dan kun je even. En als je dan wat loslaat, dan zit het er gelijk in, hè? Kan je gelijk ook zo hap, spoel hem door. Wat? Oh, dit is echt de ideale dumpplek. Moet je nou eens even kijken. Hop. Kasper heeft iets. Ja, schiet er wel. Hij ziet er wel in. Zo. Even twee erbij. Ja. Ook misschien even mijn prikstok. Ja, het ziet er wel bijzonder uit. Ik ga hem er even bij halen. Gereedschapskist, een hele oude. Dit is een boor. Kun je gaten boren. Moet je kijken hoe dat eruit ziet. Ah, dat ligt er echt al. Zeker 25 jaar in. Op camera. Sappen de flapper heen. Wat verdorie, maar dat is nep, hè, of niet? Het zijn losse vlodders. Flosse lodders. Maar wel van een tak. Ja, dat denk ik ook, ja. Nou ja, joh. Oh, dat is een zo. Die zijn er helemaal. Ja, ja, zijn nog goed. Ja, erop. Oh, mooi ding, zeg. Is mooi gebleven. Dan gebruiken ze dit wel. Dat wel. Zo. Zo gaaf. Die had ik eigenlijk niet bedacht, Kasper, maar het, ja, we rijden er langs en ja, dat, zo gaat dat soms, dan probeer je het gewoon. Wie weet. Dat kwam net uit, hoor. Ik ga even bijspringen, want ik zit wel koffie te drinken. Het werk gaat gewoon door, hè. Je bent wel weer goed gezet, Kasper. Ja, dat is altijd weer lekker. Wat voor koffie gebruik jij? We gaan gewoon reclame maken. Douwe echt met koffie. Lekkere koffie.
Spet er nou weer. Wat is dat nou? Café racen. Wow. Wat zwemt hier? Ja. Snoeken? Ja. Eens even kijken. Hey. Het is echt smerig. Maar, ja, die haak. Dan denk je zelf, hier zwemmen volgens mij haaien. Ik weet het niet. Curlere. Filmen. Ja, leuk man. Ja, moet eens kijken wat ik heb. Hallo lawaai. Nee? Ja, ik moet al praten. Maar kijk eens, kinderfietsje. Kinder met een fiets, moederstoeltje. Hè? Wat is het? Ja, gewoon een. Moederfiets met kinderstoeltje. Kindershit met moederstoel. Ja, de koek zit nog in. Moederkoek. Met... Koffie met koek. Koffie met koek, ja, die zit ergens vast. Van ja, we hebben hem aan de kant. God, ik ga een zeiknatte broek. Hij fietst nog wel. Ik heb er net op gefietst. Daarom heb ik een zeiknatte broek. Kijk eens even. Hey. Lekker mosseltje erbij. Nou, hier heeft een mossel op gezeten. En hier zitten ze ook. Nou, mooi fiets. Nou, Kasper, ja, dan fietsen hier veel fietsers. Maar deze niet meer, maar hij fietst wel. Er zit inderdaad een QR-code op. Die ga ik even zo meteen even scannen. Kijk, die doet nog even fietsen. Ga jij fietsen? En er zit nog een draadje. Daar zit ook nog een magneet aan. Ja, dat gaat of niet? Nee, dat denk ik niet. Ja, hoor. Hij heeft wel zelf. Hoe zou dat nou komen? Ja, blokkeert. Hij doet niet meer. Ja, trappen. Hij doet niet meer. Ja, die moet eventjes. Dat is een beetje krap hier. We gaan hem even loshalen en gaat Kasper even kijken of hij doet. Ja. Yes. Nou, daar komt hij hoor. Kijk, daar is de gevangenis. En dan ontsnapt hij. Zo zie je dat. Is dit een film dit al? Nee. Ja. Fietsen snel! Kijk, dat is leuk man, zo'n hele ouderwetse. En te haak. Ja, dat kan ik wel zien zo. Ja, wat. Nou ja, die gaan we gewoon vervangen. Want dan heb ik inderdaad. Mooi. Dan kan je de magneten van je afduwen, inderdaad. Ja, dat is ideaal. Die ga ik opzetten. Ja, ja perfect. Nou, wat haalt het ook nog eruit? Een fiets! Donkey Republic. Nou, ja, de banden zijn nog hard. Dus ik denk dat we. Even moeten gaan bellen of zo. Ja, ja. Er bestaat er niet meer. Donkey Republic. Nee, ik heb hem nog nooit gezien. Ja, het is wel een leuk ding. En de banden zijn nog hard. Ja, oké, terwijl Kasper nog even geniet van zijn uitzicht. Heb ik hier een stuk van een boot. Ja, het is een behoorlijk stuk. Maar je ziet dat de klinknagels nog zitten. Ja, en dat betekent wel dat het echt oud is. Hier zaten de klinknagels ook in die gaten. Dus dit is echt een oud stuk. Nou ja, je kan het hier wel zien. Ook aan de vorm. Ja, dus dat is een oud bootje. Wat voor deel daarvan, dat weet ik niet. Maar het is wel een sloep of zo. Ja, zeker van voor de oorlog. Het is gewoon leuk. He, eindelijk Kasper. Hebben we een Duitse helm te pakken. Maar ja, die man is echt wel heel vaak geraakt.
Het lijkt wel een oud vergiet, joh. Maar ja, dat is een type. Niet van gietijzer. Niet van gietijzer. Een vergietijzer. Ja, vergietijzer. Een vergietijzer, ja, dat is misschien de juiste benaming. Nee, geen idee. Ja, het zal iets zijn om te filteren, denk ik. Misschien van de pomp van een brandweerwagen. Die gooi je die slangen erin en dan mag er geen takken mee komen als ze het opzuigen. Ja, dat kan. Ja, ja, ja. Zoiets althans. Ja. Ja, dat zal ongetwijfeld iets van een boot zijn. Leuk. Het gaat lekker, hè? Ja, jongen, kijk ook. Ja, ja, ja. Kijk ook een nieuwe uithaal, jongens. Wow, die ligt lekker in de hand ook. Shit, hé. Dat is een lekker messie. Even het zonnetje. Wow. Even kijken. Wat is dit? Er zit een heel mechaniek aan vast. Dat is een apart. Dat is een heel aparte, ja. Sorry. Ja, die is echt wel vet. Hè? Ja, wat is dat dan? Hmm. Wat kan je daar nou gewoon aan mee? Ik kan hier van je broek hangen. Zo. Oh, je kan hem zo. Wow. Ja, ja. Ja, hij is wel kapot, maar dat maakt niet uit. Ja. Ik heb hem niet zo heel graag gekregen. Gaaf. Als je hem dan dichtklipt, dan kan je hem aan je broek hangen. Ja, zoiets. Maar dat hij ook. Ja, het is. Hij valt helemaal bij elkaar. Sorry. Hij kan hem nog wel maken, hè? Kan hem nog wel maken. Ja, zeker weten. Ja. Gaaf, hé. Maar kijk. Kan hem dan in je broek. Ja, dat bedoel ik. En kijk, die. Een broek hangen. De vingers ga je niet uit. Dus echt wel om. Toch mag dit soort messen wel, nog, omdat je maar één kant kan snijden. Nee, deze kan twee kanten snijden. Maar de andere kant is bot. Oh. Nee. Hij valt helemaal in elkaar, maar het is wel heel interessant om te kijken. Oh ja, ja. Dat is gewoon zo'n. Die kan ik misschien nog wel maken. Ja. Zit er een. Ja, bizar. Gaaf! Die is echt super mooi. Nou, die is echt super gaaf. Dus kijken we nog een merkje kunnen vinden, maar dat doe ik even thuis. Leuk! Nou ja, daar lag die Duitse boot. En dit is echt wel een heel oud pannetje, hoor. Ik heb er zo eentje thuis. Maar je hebt er zo eentje thuis. Ja. Ja, die kan je gewoon nog kopen. Maar hij zal toch net even anders zijn dan deze, hoor. Niet in deze, ja. Nee, dat denk ik ook niet. Nou, de fietseigenaar hebben we gebeld. Allemaal Deens en Engels pratend. Nou ja, kwam er wel uit. Dus die komen ze weer op. Niet vast nu. We willen natuurlijk ook nog wat eten. Hè? Dat ruikt u wel. Hij is niet vast, joh. Nou, kijk eens even. We moeten eten en hij haalt er weer een lepel uit. En dat is ook echt Kasper. Nou ja, wat gaan we eten? Nou, doe nog eens even een lepel. Nou, ik weet niet of hij gegeten heeft, maar. Hé, dat is uit die pan. Lekker pannetje stoep. Nou ja, daar ligt al een tijdje in. Ja, hij is niet oud, nee. Een stepje cent is niet oud. Maar hij ligt wel al heel lang erin. Is het nog een bijzonder dingetje? Action. Hij is van de action. Waarschijnlijk. Hoe is dat actie? Zoals de wieltjes draaien niet eens meer. Dit is een mooi huisje van. Oh, ja, boven je hoofd, kom. Je kan dat. Kijk eens even. Verdorie man, dat is gewoon 75 kilo. Ja. Nou, wat zal het? Een stukje riolering of zo? Ik denk een stukje. Ja. Ja, dat is heel zwaar. Ja. Jammer dat we onze aanhanger niet bij ons hebben. Dat is toch een paar kilootjes. Ja. Het waait een beetje. Ah, ja. Leuk man. Die schatje. Dat is echt een schatje. Kijk nou, ja. 49. Komt dat nog vooruit? Ai. Dat is leuk. Ja, dat is wel leuk. Ja. Nou, dat is echt een mini-blokje. Hey. Thomas. Een Thomasje. Een Thomas. Ja, dat kan niet anders, hè. Thomas blokje. Nou, in de aanbieding. Helemaal andermaal. Goed gesmeerd. Ja, joh, een beetje zandstralen. Een beetje smeren. Dan rij je zo weer weg. Mim. Dat leek ergens anders op.